Lions Club Paramaribo Ready heeft vandaag haar bouwproject op de Alexander Sweet School formeel afgesloten. De organisatie droeg het kantoor, magazijn, twee toilettengroepen en twee lokalen bestemd voor de kleuters over aan de schoolleiding. De bouw van deze ruimtes was hoogst noodzakelijk omdat de leerlingen beter ondergebracht moesten worden. De situatie was ook heel onveilig, zegt Muriel Gerling-Briele, voorzitter commissiebouw Alexander Zwietschool van de Lions Club Ready. De kinderen moesten volgens haar onder meer een lange en best onveilige afstand afleggen naar het toilet. Voordat er iets ernstigs zou gebeuren, is ervoor gekozen financiën op te halen voor het bouwen van onder andere de toiletgroepen. Het heeft een jaar geduurd om het plan te realiseren. Een uitdaging was de begroting die in de loop der maanden steeds moest worden aangepast vanwege de instabiele financieel-economische situatie. Maar met de hulp van anderen is het gelukt deze te dekken en het project tot een goed eind te brengen, geeft Lion Gerling-Briele trots aan.